vooral belangrijk dat iedereen er in protest komt tegen de financiële grootmachten. Want ja, het gaat de verkeerde kant uit. We zien het allemaal. En het is fijn dat, dat er zich meer mensen daarvan bewust zijn. En dat die ook echt werkelijk actie ondernemen. Als ze gaan naar de grote supermarkt, ja, dan heb je ook heel veel. Pak maar eens de Action, de Libra of wat dan ook. Die hebben ook de spullen die wij hebben natuurlijk. Want wij verkopen kaarten en zo, maar dat hebben de Libra en de Action ook. Bankje. Ik weet gewoon dat van de regering zat betaald wordt voor gehandicapte huizen per persoon. Maar dan die kinderen het niet toe, die het nodig hebben, die krijgen het niet toe. Hoe dan kan dat dan? Omdat ze het te lang in de bovenbouw verkruimeld hebben. Daar blijft geld plakken, zeg maar. Natuurlijk. Als jij eens weet wat voor salarissen dan ze daar verdienen, dan schrik je van achterover. En die mensen die hebben nog nooit een gehandicapt huis gezien, hoor. Oh. Weet je ineens wat die meiden daar doen voor werk allemaal en die mensen in die ziekenhuizen. De meiden die het hardst werken, die verdienen het minste. Vind ik niet goed gaan. En dat wordt steeds erger. En dat wordt ook met bankwezen, die doen hetzelfde, wordt steeds erger. Ja. Je krijgt een niveau hoog en laag. Ja. De rijken worden rijker en de armen worden armer. De mensen die protesteren zijn toch een beetje allemaal van hetzelfde. Allemaal een beetje de hippies en de buitenstanders. Het zou fijn vinden als ook eens mensen die een beetje chic gekleed zijn daar aan meelopen en zo, weet je wel. Of gewoon, en mensen die dan met respect bekeken worden omdat ze wat duurder kleren hebben of zo, weet ik veel. Het zou misschien wel eens een keertje fijn zijn, maar dat komt wel, denk ik. Want iedereen komt op de koffie als het zo doorgaat. Toch de mensen die altijd hogerop staan, die het allemaal regelen en veel heb je daar niet in te brengen. Ja, ja, dat gevoel is nu, ja. Wat je huur wordt hoog, kastwater ligt. Noem maar op. Ja. Ik noem een paar dingen, maar noem maar op, dat wordt toch allemaal duurder. Ja, en dan kan ik best begrijpen dat die mensen demonstreren.